Hey jongens, ik ben Dennis A.K. Danske en vandaag heb ik voor jullie weer wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag is wat Domination gameplay op de map Fright. En ik weet niet of jullie het ooit hebben gehad, maar toen ik deze map ging spelen, of deze match gewoon ging starten zeg maar, had ik gelijk zoiets van, jongens, dit wordt hem. Ik ga gewoon even een K.E.M. Strike halen. En jullie hebben de titel gelezen, dus ik haal inderdaad mijn K.E.M. Strike. En ik vond het op zich wel vet dat ik dat idee had. En ik had eigenlijk nog helemaal niet online gespeeld, geen gewone serieuze game modus. Want ik had van tevoren wel wat zitten quickscope met wat vrienden in private match. En wat infected. En trouwens in die infected match hè, had ik een 24 gunstreak. Dat was op deze map. Ik zat hier boven. Ik was de enige nog die over was. Alleen ik had geen ammo meer. Dus ik had zoiets van, fuck. Wat moet ik nou doen? En ik denk, ja weet je wat. Fuck it. Kamikaze. Ik spring gewoon tussen al die enemies. En ik werd genived. Dus het was super stom. Ik had waarschijnlijk wel de mogelijkheid gehad om er gewoon nog een K.E.M. Strike uit te halen. Dus als ik gewoon naar beneden was gesprongen, omgelopen was en iemand in zijn rug genaaid, had ik misschien zelfs de K.E.M. Strike kunnen halen. Maar ja, het is niet mijn eerste K.E.M. Strike, dus heel erg is het natuurlijk niet. Maar ja, ik had hem kunnen halen. Als ik gewoon wat slimmer was geweest, dan had ik gewoon nog een K.E.M. Strike kunnen halen. Maar in ieder geval, zoals ik dus al zeg, dit is eigenlijk mijn eerste serieuze match. Dus wat ik daarmee bedoel is gewoon iets zoals Team Deathmatch, Domination, Cranked. Iets waarbij je gewoon serieus gaat spelen. En gelijk dat idee van ik ga een K.E.M. Strike halen en ik haal hem vervolgens ook, dat is wel echt enorm vet. En bij het begin ga ik op zich ook op een mooi streakje, dat is hier. En volgens mij kill ik nou nog iemand, loop ik naar beneden, val ik nog bijna dood. Moet eens kijken. En nou, niks te zien eigenlijk, loop gewoon weg en tada, je bent dood. En eigenlijk best raar, want je gaat echt in 1 seconde dood. Ja, het lijkt net alsof je gesniped bent of een shotgun of zo. Maar je bent gewoon snel dood en dat is ook heel leuk, hallo. Maar ja, ik denk dat ik daar, bij dat gebied waar ik net was, als ik daar wat slimmer had gespeeld, wat campier zeg maar, dan had ik mijn K.E.M. Strike wel kunnen halen, zelfs eerder zelfs. Misschien zelfs dan wel een dubbel, alleen dat was niet het geval. Want ik had zoiets van, ik wil niet constant in één gebouw zitten. Ik wil gewoon lekker rondrennen. En dat is op zich ook wel typisch. Hè? Als je eenmaal doodgaat, ga je echt meerdere keren dood in het spel. Maar het idee was dus, ik wil hier niet in het gebouw blijven zitten. En daarom bleef ik ook rondlopen en dan zul je net zien dat je dan in de rug gekild wordt. Maar uiteindelijk hou ik gelukkig nog een K.E.M. Strike. En met een epische finale, was echt een close call. En ben ik ook echt de maat voor mij enorm dankbaar, want die had voor mij Blizzard Fashion neergegooid. En het is niet zo dat hij mij support of zo, maar hij zei, hey, ik heb Blizzard Fashion hier, alsjeblieft. En ik dacht, ah, nice, dankjewel, weet je wel. Niet dat iedereen mij altijd support, want dat doet eigenlijk niemand. Want ik speel eigenlijk bijna altijd solo, of ja, met twee maten van mij dan. In dit geval met eentje en als boormachines. En die had voor mij Blizzard Fashion hier neergegooid. En ja, super, weet je. En dat ding redt mij uiteindelijk ook helemaal op het einde, dus dat is wel echt enorm geluk hebben. Maar zoals je ziet, hardline. Wat ik enorm chill vind aan mijn specialist setup, dat is dat ik pas bij 14 kills specialist krijg. En het klinkt eigenlijk helemaal niet logisch, want dan duurt het juist enorm lang. Waarom zou je juist zo laat pas specialist willen hebben? En het is zo, hoe hoger de perks zijn die je instelt, hoe hoger je specialist is. Dus als jij heel lage specialist dingen instelt, dan krijg je ook eerder je specialist. Maar ik heb juist enorm goede dingen en daardoor krijg ik het best laat. Maar ik vind het juist heel fijn, want als je dan eenmaal je specialist hebt, dan wil dat zijn dat je al op een 14 gunstreak zit. En als je nagaat, als je op een 14 gunstreak zit, dan hoef je nog maar 10 kills. Want ik speel ook dus met hardline, dus ik hoef dan nog maar 10 kills. En dan ben je al lang over de helft heen. En dat is een enorm groot verschil dan bijvoorbeeld bij mijn Mono Alpha 3. Dan kreeg je al bij 7 kills kreeg je al specialist. En dat is nog niet eens 1/3. En dan duurt het dus nog heel lang. Dus ik vind het persoonlijk veel fijner. En ik weet niet wat jullie vinden, of jullie dat jullie juist graag jullie specialist vroeg krijgen of juist heel laat. Ik dus heel laat, dat vind ik zelf wat fijner. Maar ja, voor de rest heb ik niet gek veel te vertellen over de gameplay. Ja, zoals ik al zei, ik speel met de Vapor, met een silencer en met grip volgens mij. En de Vapor is een wapen dat ik enorm fijn vind. Dus dat vind ik op het moment de fijnste submachine gun. Het zal er ook wel aan liggen dat het eigenlijk de enige submachine gun is die ik echt veel gebruik. Maar hij heeft gewoon enorm veel ammo en hij heeft een hoge fire rate en dat is op zich wel chill. Alleen soms heb ik het idee dat hij best wel zwak is. En daardoor ja, heb ik gewoon vaker gunfights verlies. Dus als je het wapen echt wil gebruiken, dan moet je eigenlijk Dead Eye hebben. En Dead Eye, dat is een perk waardoor je wapens sterker worden. Die krijg ik ook bij mijn volgende specialist volgens mij. Als ik daar 3 kills maak, dan krijg ik Dead Eye. En dan merk je ook gewoon dat het wapen gewoon een stuk sterker wordt en dan speelt hij gelijk een stuk beter. En ja, dan is het echt een goed wapen. Bij het begin heb ik altijd een beetje mijn twijfels. En in dit geval had ik dus een grip erop. En ik twijfel heel veel met het wapen erop moet hebben. Want ik heb een tijdje geleden heb ik externe mags op gehad. Dat is niet echt nodig, want ik heb 42 kogels. En dit trouwens, dit was echt een noob actie. Serieus. Ik wist niet hoe ik hier naar boven kon. Denk, hoe de fuck is dit dicht? En dan zag ik, oh, staat hier gewoon een knop. Oké. Maar zoals ik dus al zei, ik heb een tijdje extended max erop gehad. Nou, die is niet echt nodig. Je start standaard met 42 kogels. Dat is meer dan genoeg. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Maar 42 is wel genoeg. En voor de rest heb je rapid fire, vind ik op zich wel fijn. Alleen dan voor hele kleine mappen. Dus bijvoorbeeld op Freefall had ik een tijdje terug iets van geüpload. Toen had ik rapid fire. Maar die map is zo klein dat rapid fire gewoon heel slim is. Maar deze map is niet zo klein. En nou, ik had toen gekozen voor grip. En ja, twijfel. Ik weet niet of grip heel veel helpt. Ik schiet zo nu dan ook scheef, dus het ligt niet altijd aan de grip. Maar ja, ik heb soms het idee dat grip niet heel veel helpt. Maar dat is bij de AK-12 ook een beetje raar. Want ik heb met de AK-12 altijd extended max en de silencer gehad. Maar als ik nou nog een keertje met de AK-12 speel, dan heb ik zoiets van... hij heeft wel heel veel recoil. Nou zou ik eigenlijk grip op willen hebben. Dus misschien dat het komt dat ik gewoon te lang met bijvoorbeeld de Remington heb gespeeld. Dat ding heeft helemaal geen recoil. Dat ik nou gewoon helemaal geen recoil meer kan handelen. Dus misschien dat het dat is. En hier heb ik mijn specialist, 14 point streak. Ja, eigenlijk in mijn geval 14 kill streak volgens mij, want ik heb niet echt veel points gekregen. En dat vind ik stom trouwens met caps. Als je dingen capt en jouw teammate is iets sneller dan jij, dan krijg jij er al geen punten meer voor. Je krijgt wel gewoon punten in het algemeen om te levelen, maar je krijgt geen soort van prestige points meer voor, of hoe je het hier wil noemen. Dat vind ik op zich wel jammer. Maar ik zit eigenlijk constant te lullen over onzin. Voordat ik eigenlijk over mijn onderwerp ben begonnen. Dus waar ik het in deze video over wil hebben, is over de next generation consoles. En zoals jullie weten, op het moment is eigenlijk next generation het enige waar je nog hoort. In ieder geval op het nieuws hoort zelfs. Dus je kunt er eigenlijk niet meer omheen. En ik ben in ieder geval enorm blij dat de next generation eraan komt. En dat heeft verschillende redenen. En één van die redenen is gewoon dat de PlayStation 3 en de Xbox 360 zijn in mijn ogen wel een beetje klaar. Ze zijn een beetje... op. En dat komt, als ik bijvoorbeeld games speel op de PC, dan zie je gewoon hoe mooi het kan zijn. En ik erger me niet aan, aan graphics van games, niet zo snel in ieder geval. Alleen als je gewoon eenmaal weet hoe het kan zijn, dan denk je wel van, wauw, ik had wel echt graag gehad dat het zo ook op de PlayStation uitzag of zo, weet je wel. En ja, gelukkig kan het dadelijk met de Xbox One en de PlayStation 4. En zoals jullie misschien wel weten, de Xbox One is afgelopen vrijdag gereleased in Amerika. En de PlayStation 4 2 weken terug volgens mij al. En in Europa zijn beide consoles nog niet gereleased. En op zich vind ik dat best wel kut eigenlijk, dat ze zo laat pas in Europa komen en dat ze geen wereldwijde release hebben gedaan. Want de wereldwijde release is gewoon veel vetter. Vooral omdat ook ik ga voor de PlayStation 4, dat mogen jullie weten. Ik heb hem ook al besteld. Ik krijg hem vrijdag binnen, maar kom ik zo nog op terug. Maar bijvoorbeeld, ik wil een PlayStation 4. Nou, als ik een PlayStation 4 wil, dan ga ik al van tevoren al kijken van wat kan het, hoe ziet het eruit, weet je wel. En dan heb je eigenlijk uiteindelijk alles al gezien voordat de console ook echt in je handen ligt, zeg maar. Dat vind ik een beetje jammer eigenlijk, maar het is mijn eigen fout natuurlijk dat ik zelf heel veel van op ga zoeken. Maar ik vind dat gewoon enorm vet, want ik hou gewoon echt van nieuwe dingen, nieuwe gadgets. Want als je me zou vragen van, is het echt nodig? Nou al een PlayStation 4 kopen, en dit was trouwens die close call. Als ik geen Blizzard Fashion had, was ik echt dood gegaan. Maar ja, je hebt op zich niet echt next generation nodig. En wat heb je eraan? Ja, het speelt... in mijn ogen beter, want de controller is beter. Verder rest, grafisch gewoon 10 keer zo mooi. En voor de rest is hij ook sneller, de console. Want waar ik me enorm aan erger bij de PlayStation 3... is bijvoorbeeld als jij in een game zit en jij wil naar de XMB, dat is een soort van menu. En jij wil hem met een bericht sturen, dan kan hij nogal vaak een soort van vastlopen. Hij vriest niet helemaal, maar het duurt heel lang om die berichten te openen en zo. En daar erger ik me soms best wel aan. En dat is niet bij de next generation, dus dat scheelt heel veel. In ieder geval, ik ga dus voor de PlayStation 4 en ik krijg hem vrijdag binnen. En daar ben ik enorm blij om. En dat komt omdat ik hem nog niet besteld had. En als je hem nou nog niet besteld had, dan is de kans dat je hem op de release in huis krijgt enorm klein. En een heel tijdje terug had ik hem bij Bart Smith gereserveerd. En die kon hem toen nog niet bestellen, ik kon hem alleen reserveren. En ik denk, ja, reserveren kan geen kwaad, kost toch geen geld. En toen kreeg ik laatst een mailtje van, als jij hem nou bestelt via deze link, krijg je hem op de dag van release in huis. Dus ik had hem besteld en ik krijg hem deze vrijdag binnen. En ik vind het gewoon fucking awesome. Ik kan echt niet wachten. Voor de mensen die het willen weten, ik heb de Killzone Shadow Fall Edition of zo. Er zijn er volgens mij nog verschillende edities van. Maar in ieder geval, ik heb de Ultimate Edition. Zo noem ik het maar gewoon. Het is gewoon 2 controllers, Killzone en die PlayStation camera. Dus gewoon de duurste editie die er is. En ik krijg hem deze vrijdag. En ik ben er gewoon enorm pumped voor. Ik kan echt niet wachten. Laat in de comments achter wat jullie gaan houden, de PlayStation 4 of de Xbox One. De Xbox One komt volgens mij pas in 2014 in Europa. Als ik het fout heb, laat alsjeblieft achter in de comments. Maar in ieder geval, ja, ik ga voor de PlayStation 4. De reden is gewoon dat ik het een betere console vind. Wil niet zeggen dat die overal beter is. Dus niet dat ik nou allemaal haatreacties krijg en zo. Maar in ieder geval, ja, die kies ik. En ja, ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. En hopelijk volgende week... de PlayStation 4 gameplays op mijn kanaal. Dus tot dan en houden we!